Het was de eerste klas van Mulo, de meisjesmulo waar ik zat. En een meisje dat naast me zat, vond ik heel erg leuk. En nu achteraf weet ik dat daar erotische elementen in zaten, maar je deed er niks mee. De 84-jarige Magda Reumkens is maandag uitgeroepen tot Mrs. Senior Pride 2021. De Leidse zet zich ondanks haar hoge leeftijd actief in voor de acceptatie van roze ouderen. Ze doet dit door haar eigen verhaal te vertellen aan scholieren en studenten. Ik weet dat ik heel erg weg was van een paar krulletjes die ze in haar nek had. Alleen dat al. En nu zeg je, mijn god, had je toch moeten weten dat dat hetzelfde was als vlinders in je buik. Nee, dat was het. Dus in die zin heeft het bij mij nooit een plaats gehad in mijn leven. En ik bleef wachten op de grote liefde waarop ik verliefd zou worden. Uiteindelijk ben ik dan tegen de oudste broer van dat vriendinnetje aangelopen. En hij tegen mij. En we hebben het echt een behoorlijk aantal jaren goed gehad. Het huwelijk hield geen stand en kort na haar scheiding veranderde het leven van Reumkens voorgoed. Een jaar, een half jaar daarna kwam ik tijdens mijn werk een vrouw tegen waarop ik hals over kop en overdonderend verliefd werd. Nou ja, en dan ben ik daar nu al 43 jaar mee samen. Met Mina naar zij blijft Reumkens zich inzetten voor haar leeftijdsgenoten. Iets dat ook in 2021 nog hard nodig is, vindt de tachtiger. Op het moment dat mensen van mijn leeftijd en mijn geaardheid verzorging, hulp nodig hebben, heb je contact nodig met anderen die vrij dicht in jouw intieme leven komen. En om dan weer ongewapend de wereld tegemoet te treden, die wereld van hulp, met deze lading, dat brengt heel veel mensen, dus van mijn generatie, tot een soort terugstappen in de kast. Nou, dat vind ik eigenlijk in en in triest. En ik weet dat ik zelf die angst ook heb.